Daar gaat ze. Disna, woe! Het is Yola de auto yoga. Hallo, good morning. Het is vrijdag. Vrijdag. En ik ga Yola naar school brengen nu. Ik moet even een pakje uitzoeken voor zaterdag. Zelf even kijken of ik nog iets nodig heb om aan te doen. En voor nog één hostess die ik moet stylen. En verder ga ik een aftermovie maken op een feest. En ja, dat is echt zo'n themafeestje. Ik heb zo geen inspiratie voor deze dingen, jongens. Wit. We zijn heel eventjes op pad. Want we gaan op zoek naar cadeautjes. Voor iemand die jarig is dit weekend. Even voor mij. Ja. Yola die wil ook iets kopen. Heeft ze voor gespaard. Laten we zo wel zien wat ze wilt. Yola is dus helemaal gek op Boomba. Boomba is echt haar lievelingsknuffie. En nu mag ze een vriendje uitzoeken voor Boomba. Ze betaalt het zelf. Met jouw geld erbij. Ja, voor de helft betaal ik mee. Zo, ik heb Yola naar Turnen gebracht en ik heb weer heel erg veel trek. Maar ik dacht, laat ik eens een keertje niet meteen weer beginnen aan brood de hele dag maar door. Dus ik ga een soepje maken. Ik heb deze nog liggen. Die had ik laatst tijdens het OneFit event gekregen. Dus nou, meteen een goede reden om hem even uit te proberen. Cooking bowl. Yes! Het is vrijdag, dus eigenlijk is het al een soort van weekend! Yay! En dat vieren we door patat te gaan eten. Dat doen we bijna nooit meer. Dus hey! En Bart heeft ook nog boodschappen gehaald. Heb je zin in patat? Nee, ik ook. Ik weet het, kijk eens. Oh nee, Bart! Heeft hij weer speculaas gekocht? Wat erg! Bart! Het kan echt niet. Moet je kijken. Hou in. Nou word je nog dikker van. Lekker. Is dit een spurt of niet? Het is echt zo'n bolletje of zo wat omhoog gaat. Oh, wat erg! Lekker, wat erg lekker. Everyone always. Doei. Natuurlijk wel. Oh, ik wil naar bed. Ja, goed schatten, dus ik neem wel een kano. He might survive today. But the news is in time. Zo, goedemorgen deze zaterdag. Nou, ik heb echt super veel op de planning vandaag. Ik ben al begonnen met weer dingen opruimen. De kleding langs de kant van de weg zetten. Dat moest voor 10:00 's ochtends. Zo, eindelijk ben ik het een keer niet vergeten. Best trots op. Papje gegeten met Jol. En nu ga ik verder mijn spullen inpakken voor vanmiddag. Want dan ga ik suppen. Heel veel zin in. Ook in vanavond heb ik wel zin, maar het wordt wel echt een hele lange dag voor mij. Dus ik hoop dat ik die energie die ik nu heb lang kan volhouden. Maar ik ben bang dat het een hele lange dag gaat worden. Let's go! Ik ben nu dus bijna bij Sup en Meer. Het is super lekker weer. Dus ik heb er wel zin in het suppen. Schijnt dat er nog een workout aan vooraf gaat. Daar heb ik iets minder zin in. Maar goed, eerst maar eens even kijken. Hallo! Ik heb liever dat degene dat er wel een paar met gewicht lopen om te voelen. Het is de kilootjes, hè? Het gaat om de kilootjes, hè? Het gaat niet om heftig en zo. Het gaat gewoon om kilootjes. Het is liggen toch? Anders ga je full squat. Oh ja.
Kaatsa. Een hoog tempo. Kijk haar al staan dan. Lisna, zo, dat was echt super leuk. Ik kon niet zo heel erg veel staan, want het schijnt dat wanneer je zwanger bent, dat je dan uit veiligheid beter niet kunt vallen. En dan was het beter om maar gewoon te blijven zitten. Maar suppen kan je dus hier bij Suppenmeer het hele jaar door doen. Dus niet alleen maar in de zomer. En voordat je dus gaat suppen, zoals je net zag, doe je een power walk workout. En die vond ik echt super leuk. Ik heb een hekel aan hardlopen. Maar dit was echt goed te doen. Eigenlijk was dit zoals ik altijd al loop. Vandaar ook dat ik heel vaak buiten adem ben. Omdat ik zo hard loop de hele dag door. Alles moet altijd snel, snel, snel. Anyway, dit kan je doen via OneFit. Als je korting wilt, dan kan je dat doen via de code DisneyLomans bij OneFit.nl. En ik ga nu naar huis, want ik heb nog een hele drukke dag. Ta-ta-ta-ta. De eerste pannenkoek. Nou, we hebben net heel eventjes op bed gelegen, een uurtje. En klaar voor de volgende job voor vandaag. Maar eerst even pannenkoeken eten. Voor de energie. Ah, Bart heeft zelfs kaarsjes neergezet. Hoe lief. Oké, toch nog even kort uitleggen, nu ik onderweg ben, wat ik nou eigenlijk ga doen. Nou, het zit zo. Ik ga eigenlijk een soort aftermovie maken van een feest. En dat doe ik met mijn andere camera. Oeh. Tot 4 uur. Oh no. Bart is dus niet mee, want die was ook hartstikke moe. En ja, die werkt gewoon heel erg hard van maandag tot met vrijdag. Dus die moet ook gewoon even zijn rust pakken in het weekend. Dus ik snap heel goed. Normaal gaat hij namelijk bijna altijd mee. Maar ik snap heel goed dat hij nu zoiets had van nee, even dit keer even niet. Dies. I will do it by myself. En ik ben het ook echt wel gewend. Toen ik zwanger was van Yola, toen danste ik nog. En de eerste 3-4 maanden geloof ik. En toen moest ik ook gewoon tot 4 uur 's nachts soms aan de bak. En overal door het hele land heen rijden. Vooral in de nacht. Dus ik ben het wel gewend. Maar ik ben nu wel wat jaartjes ouder. Dag Little Sins, wat zullen we hier missen? Finally. Wat een nacht. Maar het is pas 2 uur. Dus we hebben toch nog een korte boeking gehad. Was ik alweer thuis. Het is echt best wel snel gegaan. Laatste DJ even gefilmd en volgens mij kan ik er wel een leuk filmpje van maken. Het was wel een beetje een ander soort feest dan dat ik had gedacht. Dus, maar goed. Ach ja, dat hebben we ook weer meegemaakt. Ik vind echt dat ik het knap heb gedaan. Goed volgehouden, Dies. Ja. En vooral het rijden. Maar met rijden heb ik eigenlijk nooit een probleem. Ik val niet zo snel in slaap met rijden. Wanneer ik ernaast zit wel, maar wanneer ik zelf rij niet. Doei! Zo, goedemorgen zondag. Daar zijn we weer. Wij hebben Yola weer opgehaald. Bart is de auto aan het wassen. We gaan even naar een verjaardag toe en vonden het wel heel leuk als Yola meeging. Dus Yola is mee. En mama. Naar de film met Bart. Ik ga vanavond met Bart naar Kingsman. Gaat een borstel over ons hoofd heen, joh. 2 maatjes mee. Ja, je 2 liefste maatjes. Dit is Yola de auto yoga. Nog een keer. Ja jongens, we zijn weer eens bij de bioscoop. We gaan naar Kingsman.
Vind ik echt super vet. Maar ik heb heel erg trek. Het is 6 uur en ik heb zo'n honger. Ik moest er net gewoon van huilen. Maar echt huilen. De verjaardag was een beetje, nou niet echt uitgelopen, maar ik had het gewoon een beetje verkeerd berekend. Jola snel teruggebracht naar de vader en nu staan we hier al en is Bart de kaartjes halen. Dus misschien maar heel even hier naast is er Burger King. Even kijken of ze daar Vegaburger hebben. En anders wordt het chips of zo in de bios. Oké, je moet wat. Ze hebben dus geen groenteburger bij de Burger King. Maar ik heb wel een salade gekocht. Dus die neem ik stiekem mee in mijn tas. Popcorn. Dezelfde keer. Zo, we zijn alweer terug. En Kingsman was echt super cool. Hele leuke film. Aanrader, echt waar. Als je een beetje fan bent van 40-jarige tijdperk. Met allerlei leuke effects. Met leuke muziek vooral. Dan is het echt een aanrader. Beetje James Bond, maar dan wat meer effecten. Ja. Yeah. Dus dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En natuurlijk, als je meer wilt zien, niet vergeten te abonneren. Morgen ben ik er weer. Of nou ja, voor jullie maandag. Dan ben ik er weer met een nieuw vlog. Met de zwangerschap update. Doei!